Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe update check! Wow, ik doe er echt wel heel vaak eentje achter elkaar. Dus meerdere. Want ik heb in dat schema ding gezegd van ja, ik doe het om de week of als ik een update leuk vind. Maar ik heb gewoon altijd zin om op te nemen. Dus ja, we gaan de update van vandaag doen. Ten eerste zien jullie mijn scherm echt huge groot. Maar dit is heel groot en dit is heel groot. Maar voor mij is het echt tering klein. Want het zit er maar zo. Ik wil dat jullie mijn XP-balk zien. Want zoals jullie zien ben ik bijna level 20. En ik hoop dat als ik deze missies doe, dat, oh ja, dat gaat heel goed. Dat als ik deze missies doe, dat ik level 20 word. Dus ja, we gaan de missies doen. Bla bla bla, ik heb geen zin om dit te lezen. Oké. Bla. Ik ga met jullie. Oké, zit iemand in mijn klas en die heet jullie? Daar moet ik altijd aan denken. Ik zit op Fireflash, want die is lekker snel. Ik had eventjes geen zin meer om na al die keren dat ik al op Winter Diamond Rider nog een keer op te gaan. En natuurlijk passen lipstick en ballon niet. Laat me raden, ik moet ballon opblazen. Yep. Oké. Okay. Nou ja, ik krijg er XP voor, dus ik vind het goed. Oh jongens, ik ben zo blij als ik echt level 20 word. Dan word ik zo hyper. Ik heb eigenlijk niet zoveel te vertellen. Dus dan wordt het ook wel een beetje saai, denk ik. Nou ja, dan ga ik de update maar bespreken. Er is namelijk, en ik heb geen handschoen aan, het ziet er heel gehandicapt uit. De update is dat er weer regenbogen zijn. Ja! Dus zaterdag gaan we denk ik shoppen en regenbogen zoeken. Maar zometeen, over 5-6 minuten, komt er een nieuwe regenboog. Dus ik ben lekker op een gemiddeld moment ingelogd. Oh, Julie, wees toch niet zo'n bitch. En dan heb ik het over deze Julie. Serieus, ik moet weer die dingen gaan doen. Echt asociaal dit. Maar, er zijn dus regenbogen terug. De parade is er ook weer. En er is nu een sneltoets voor screenshots. En dat is F2. En daar zal ik zo even een paar foto's maken. There we are. Ready. Waarom stap ik op? Ik heb geen idee. Oké. Bla bla bla. Dat ging goed, zegt dat wel. Pak de ballonnen en breng ze naar Loretta. Oh, ik heb ze al gepakt. Oké. Dan was het een goed moment om op te stappen. Ja, er is dus een sneltoets voor screenshots van Star Stable. Dus dat gaan we even uitproberen. Zoals je, hoop ik, heb gehoord, hoor je zo'n plak geluidje. En ik vind dat zelf heel irritant. Maar ja, je kunt je Star Stable geluid ook uitzetten. Dus ja, ik vind dat best wel handig. Als het goed is, als je Windows hebt, zeg maar. Helemaal dat goed. Als je Windows hebt, dan komt er, als het goed is, als je je eerste foto hebt genomen, komt er een mapje. En die heet Star Stable Online Screenshots, weet ik veel hoe het heet. En daar kun je dan je foto's in terugvinden. Dus ja. Dat. Even kijken hier. Ik vind deze poorten zo leuk. Maar ook een beetje overdreven.
Jeetje mensen, waarom maken jullie zoveel rommel? Dat mag niet van mij. Trouwens, dat ik op deze manier opneem, zo met zo heel raar groot, dat alles zo vreemd zit, dat gebeurt niet vaak. Ik denk alleen deze aflevering en de volgende die missies heeft als, als ik geen level 20 word. Wat ik trouwens wel denk, want volgens mij zijn deze missies best wel lang. Want je moet ook helemaal hun paarden gaan verzorgen en zo. Want dat kunnen ze natuurlijk niet zelf. Dus ja. Oh, voor de rest hoeft het niet. Nou, dan gaan we terug. Yay. Oké. Ik heb trouwens helemaal niet op Instagram van Star Stable gekeken. Want soms, dat was met Valentijn, dan krijg je ook een code erbij. En... Wow, er staan hier echt al heel veel mensen klaar. Het is nog 1 minuut voordat de parade zou gaan beginnen. Dus ja. Ik ga heel eventjes rijden, oftewel Star Stable spelen. En op Instagram kijken. En ik kan je alvast zeggen dat het gaat niet goed komen. Even kijken. Oké. Dat ging dus niet zo goed. Even kijken. Star Stable Online. Nee, geen code. Oké. Hey, Tendra! Ja, Tendra! Hallo. Hallo. Ik neem op. I know. Hoe weet jij dat? Oké, we gaan verder. Hoe kan zij nou weten dat ik opneem? Ik moet echt bij naar mijn XP blijven kijken. Want hoeveel moet ik nog? Ik moet nog 645. Wow, dat is niet veel. Hey Mia, hoi, wie ben jij? Devorah Masterdale. Volgens mij ken ik jou niet, maar mijn geheugen laat me wel eens in de steek. Hoi. Duidelijk verantwoordelijk. Praat met Tan, dat zal ik doen. Oh ja hoor, ik wil jouw vriendje wel zijn. Oh wow, dat klonk heel verkeerd. Voor de doordenkers onder ons, kijk mijn video's maar niet. Oh. Oké, bla bla bla. Maak jezelf schoon en praat met Tan. Ja, sure, laat mij al dat werk maar weer doen. Sure, sure, sure. Want er zijn wel zo'n personage voor, hè. We zijn eigenlijk Soul Rider. Maar nee, we doen wel even dit soort vieze klusjes. Godverdomme. Ook nog stomme rotzadel schoonmaken. Kun je dat niet even zelf doen? Hè, dikzakken. We zijn gewoon te lui om dit soort dingen te doen. Oh. Ik hoorde net startschot of zo. Weet ik veel hoe je dat noemt. Ik hoorde een geluid. Iets. Weet ik veel. Ik hoop dat jullie het ook hoorden. En dat ik er niet doorheen zat te kletsen. Wat waarschijnlijk zomaar zou kunnen. Oké. Okay. Maar... Die mensjes van wie ik hun zadels nu aan het schoonmaken ben. Die zijn gewoon te lui en te bitchachtig om het zelf te doen. Dus ja, Bobcats. Ik heb jullie geheim wel door hoor. Oh jongens, ik vind ze spannend. Ik wil echt zo graag level 20. Poest de schoenen en praat met Tan. Tuurlijk! Want daar zijn we weer eens voor. Waar moet ik staan? Hier zo. Oh, hun gaan tegelijk. Lol. Nou, mooie animaties hoor. Star Stable, prachtig. Oh, ik moet ze nog oppakken of zo. Wat moet ik doen? Oh. Waarom hebben ze zulke lelijke laarzen? Oh jongens, dit duurt echt lang. Wacht, ik stop even de video, kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, ik ben eindelijk klaar met poetsen. Het duurde echt ontiegelijk lang. En nou sta ik te zoenen met Tan. Oké, ik wil mijn gezicht erin kunnen zien.
Sure, want daar zijn we voor. Alleen de hippen. Oh, moeten we mensen uitnodigen, geloof ik. Help dan met het afmaken van outfits, wat? Oh, help. Nee, ik kan dit soort dingen echt niet. Help. Someone help. Oké. Here we go. Kan jij wat draad pakken? Draad! Kan je het bij mij neerleggen? Nee, dat kan ik niet. Kan je wat knopen pakken? Nee, dat kan ik ook niet. Oh, dit is niet zo moeilijk. Dat is mijn telefoon. Ik zit echt helemaal erin, als het ware. En zo meteen gaat iedereen ontploffen. Kijk zo. Stichtdruk. Maar ja, dat hoort erbij. Paradepakjes. Pak de dingen in, volgens mij. Oh, sure. We moeten ze ook gewoon echt inpakken. Je hebt ze ook echt niet zometeen gelijk nodig. Als het goed is, krijgen wij ook zo'n pak. Want toen ik zeg maar al mijn spullen weg waren, was dus ook dat pak weg. Dus ik hoop echt dat we een nieuwe krijgen. En ik wil een klavertje 4 voor in mijn paarse staart. Want dat lijkt me heel erg leuk. Vanaf welke level kun je deze missies eigenlijk doen? Gisparade outfits aan de Bobcats. Sure. Waarom niet? Oké, dan volgens mij moet jij er zelf ook heen. Dacht ik. De camera draait niet meer uit zichzelf. Dat is best wel irritant. Kijk, hij draait niet meer uit zichzelf. Best wel kut. Nou ja. Ik vond het eigenlijk wel fijn dat hij van zichzelf bijdraaide. Ik vind dit best wel irritant eigenlijk. Oké. Eindelijk. Ja, hallo. Doe het dan zelf als je het zo lang vindt duren. Shitje minare. Spekloos. Volgens mij moeten we hier ook wat gaan doen. Nou, waar is die laatste knolpletter? Oh my god, ik ben zo lekker aardig. Waar is de laatste? Hup, 1, 2, 3, hup, 1, 2, 3, hup, 1, 2, 3, hup. Daar is het, zo. Hier, dikzak. Oké. Hallo, Tindra Moonburg. Ik heb het nog gevraagd. Praat met Loretta. Oh, jongens. Oh. Oké. Let's go on. Vind uit wat er met Jos is gebeurd. Hoezo? Hoezo? Sorry. Oh. Volgens mij kun je dit niet doen als je geen stelrijder bent. Want het is wel echt triest eigenlijk. Of gaan we niet verder dan die graafmachines? Die daar eerst stonden dan. Wat heeft Josh er trouwens mee te maken? Hij is een jongen en hij is geen bobcat. Mag ik? Oh ja, we hoeven niet verder dan dit. Dus niet-stelrijders kunnen dit ook gewoon doen. We hebben niet de hele dag. Hey, heb jij een paard? Oh. Huh? Wat? Dit is die grijze Connemara, maar dan met diamonds manen. Witte manen. Oké. Logisch. Ja. Howdy, Mia. Ja. Ratta, ratta, ratata. Ze verdient wel lekker geld. Ja, ik ga je helpen. Lopen. Grijze, witte Connemara. Je bent echt heel raar. Ratta, ratta, ratata. Ratta, ratta, ratata. Ja, als ze allemaal even wat dichter bij elkaar zouden lopen, dan ging het ook wat makkelijker. Ja, George. Paard, loop door. Nee, loop door. Loop door. Ja, goed zo. Oké, let's go on. Laten we naar de stal gaan. Ja. Jongens, dit duurt echt zo lang. Oh, dit is echt epic, joh. Oh.
Ja, wilde paardjes. Oké, eigenlijk gewoon niet. Paard niet zo uit de hoek. Please. Thank you. De zwarte beest loopt nu helemaal achteraan. Ja, beter. Oké. Ratatatatata. Dit gaat super sloom. Ik snap niet waarom ze Noordzweet gebruiken. Dat is echt gewoon geen chic paard eigenlijk. Ja, ik weet sommige mensen vinden het niet leuk als ik dat zeg, maar het is waar. What the fuck, hoe raar gaan al die beesten staan. Oké. Waar moet ik heen? Hiervoor. Ratatatatata. Oh, hoi. Ik moet op jouw kont klikken. Oké, bedankt voor je hulp. Ja, dat is al best. Ik praat met jullie. Sure. Oh, jongens. Ik wil zo graag mijn dinges. Ik wil zo erg graag in deze aflevering 520 XP halen. Wacht, dat klopt niet met net. Nou ja, boeien. Train de paarden en praat met jullie. Yep. Ik weet niet of jullie het horen, maar er trilt iets. Dat is eng. Oh ja, ik moet natuurlijk afstappen. Ik ben zo slim. En zoals ik vorige keer al heb gezegd, heb ik dus een ander rooster. Hallo, rare Connemara. En door dat andere rooster neem ik wel gewoon update checks op. Maar wel komen ze dan echt heel laat online en zo. Dus ik hoop echt dat ik na de zomervakantie, dat ik dan echt een chiller rooster krijg op woensdag. Want dat wil ik. Oké. Laten we teruggaan. Ja! Oké. Misschien, er is nu wel een nieuwe regenboog, man. Oh. Misschien kunnen we even in Global Chat vragen waar die is. Maar we gaan eerst even deze missies afronden. Het is druk. Hoe lang kan het duren? Ja, oké. We gaan even de hoefjes schoonmaken. Jongens, als ik in dit ding niet level 20 word, dan weet ik het ook niet meer. Ik ben namelijk... dat ging goed. Er zit helemaal niks daarachter. What the fuck? In een video ben ik namelijk ook level 19 geworden. Alleen zag je niet van je bent een level omhoog of zo. Want toen ging ik zeg maar met de Darkcore boten naar dat olieplatform. Maar ja. Deze Connemara is eigenlijk ook wel lief. Ik vind ze bijna allemaal vind ik ze wel leuk. Oh jongens, als je een Connemara water of eten geeft, is dat zo schattig. Oei. Waarschijnlijk ook bij een Noordzweet. Laat me raden, ze moeten nu allemaal eten. Ik heb een spiegel, wat leuk. Wat? Doe de teugels om bij de spelers. Ja, oké. Bij de paarden zou je bedoelen, maar ja. Star Stable foutje. Dat ze wel vaker hebben. Waarom moet ik godverdomme afstijgen? Sorry voor mijn taalgebruik. De teugel meten. Nou, zo werkt het niet. Waarom moeten we 5 paarden tegelijk doen? Waarom kunnen we niet met heel Star Stable alle mensen die hier staan allemaal in paard doen? Dan zijn we zo klaar. Dit duurt te lang. Jongens, deze video duurt nou alweer gewoon 20 minuten zowat. Bijna. Dus als dit nog heel lang duurt, dan stop ik de video wel even. Maar we kijken wel wat er gebeurt. Oké, ik ga even zonder Fireflash terug. Iedere keer afstappen en opstappen vind ik ook niet fijn. Oké. Here we are. Ja, tuurlijk. Ik moet de paarden ook... Oh, dat ging goed. Ik moet de paarden natuurlijk ook weer opzadelen. Ik ben zo terug. Eerlijk is eerlijk. De setjes zijn wel mooier dan vorig jaar. Vorig jaar was het echt zo heel spuuglelijk en zo. Maar nu is het op zich wel mooi.
soort van. Oké. Okay. Bla bla bla. Vertel Loretta dat de paarden klaar zijn. Ik mag Loretta echt niet. Oh, nog 450 XP. Ik ga het niet redden. Oh, ja, dat ging goed. Nou, oh, dat is echt super kut. Nu moet ik straks, als er weer nieuwe missies zijn, moet ik weer op deze manier opnemen. En dat wil ik niet. Want dat ziet er super kut uit. Oké. Okay. We gaan naar het beginpunt. Ik snap nog steeds niet waarom dit mens hier al zo lang rijdt. Ik bedoel, dit mens doet echt helemaal niks en zit nog steeds op zijn starterknol, net als Loretta. En dat is gewoon super stom. Oké, okay, het is kwart over. Ik weet niet per half uur of per uur wanneer die regenbogen komen. Zit ze nou op een fjord? Oh nee, dat is een speler. Alsjeblieft krijg ik veel XP. Godverdomme. Een jurk, wel leuk. Oké. Okay. Nou, wat is die prachtig zeg. Shit, Mina. Even op mijn telefoon kijken. Ja, sure. Oké. Okay. Even kijken. Heb je alle paarden weer? Je was toch wel tweede keer of derde keer en ja, allemaal back. Oké. Okay. Waren dat de missies? Serious? Dan heb ik nog steeds geen level. Nog 420 XP, jongens. En dan op zo'n kutstuk stoppen. Nou, vooruit. Dan geen level 20. Waar is Rainbow? Oh, de regenboog is in Goudenheuvelvallei. Dan gaan we daar even heen. Vorig jaar dus. Stond hij ook in Goudenheuvelvallei. En toen kon ik daar nog niet heen. Dat was echt hilarisch. Oké, okay, we gaan naar Rijhal. Ik vind het stom dat je in de Star Stable chat niet kan zien van wanneer zo'n bericht is gestuurd. Want voor hetzelfde geld als iemand stuurt naar jou van kom naar... Oh, Rainbow. Kom naar... weet ik veel. Kom naar Goudenheuvelvallei champ. En jij gaat daarheen en er is geen champ. En... Dan zeg je zo van, ja maar er is geen champ. En dan zegt diegene, ja dat is een uur geleden. Dus mij lijkt het handig als er dan een tijd is op de chat. Maar ik denk dat dat wel een beetje ingewikkeld wordt. Maar ja, Star Stable kan alles. Het is mogelijk als je erin gelooft. Oké, zoals gewoonlijk heb ik genoeg ruimte. Ik haat dit zo erg. Ik krijg dit zo vaak in mijn beeld. Gewoon random dingen waar ik geen stront aan heb. Ik heb zoals gewoonlijk genoeg ruimte in mijn rugzak. Oh, iemand zit op een magisch paard. Ik vind dat zo irritant. Dan zit je in de regenboog en dan kun je hem niet zien. Ja. Oh, dit is heel nieuw voor mij en ik heb geen zin om het te lezen. Oké, we gaan op zoek naar regenbooggoud. Waar is de regenboog? Laat je zomaar even zien, regenboog. Ben dan. Regenboog. Ben dan. Oh, daar ben je. Oh, wat schattig. Rainbow. Oké, hier is een stukje regenbooggoud. Ja, tuurlijk. Stap af. En probeer het opnieuw. Oké, hoe werkt dit? Moet ik iets? Hoe werkt dit? Ik wil het doen. Wat? Ik kan er niet op klikken. Wacht, ik ga wel even op zoek naar een ander hoopje. Zo, Running Fox. Daar is een hoopje. Ik hoop dat die het wel doet. Anders is het niet leuk. Please do it. Oh ja,
Start. Start. Ja. 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 Ah, nee, die had ik eigenlijk gewoon. Maar oké. 7 stukjes. Oké, nu gaan we terug naar ons part. Gaan we die hoop nog een keer proberen. Kijk, ik had gebieden nog te vinden. 9. Zijn we 10 van die grondstukjes? Pff. Doe het. Hij doet het niet, nee. Nee, wat? Die gast is weg. Wat? Nee, dit is zo gemeen. Het is 20. Nou. Oh, daar gaan we weer. Nou zeg. Lekker aardig is dit zeg. Nou, ik had maar 1 hoopje. Nou ja, ik had er tenminste 1. Voor hetzelfde geld rende ik daarheen, was die opeens verdwenen. Oké. Ik denk dat ik ga stoppen met opnemen, zodat de video niet te lang duurt. En dan ga ik zelf maar even op zoek naar de nieuwe regenboog. Dus ja, dan kan ik misschien zaterdag laten zien wat ik al allemaal heb gevonden. En misschien leuk als ik nog niks ga uitgeven, dan kunnen jullie ook meekijken met wat ik allemaal krijg. Ik wil nog even snel kijken of die misschien... ze kunnen trouwens echt overal zijn. Dat is best wel irritant. Maar hij is in ieder geval niet op vergeten velden. Dat, oh, ja, dat gaat goed. Dat zou ik eigenlijk ook niet denken als hij net in Gouden Heuvelvallei was geweest. En dan zou hij naar Vergeten Velden gaan. Dat klopt niet helemaal. Dus, ja. We gaan gewoon kijken. Ja. Ik hoop dat er op een YouTube-kanaal ooit een video komt van wanneer de regenboog waar is. Dus, ja. Ik hoop dat we in Global kunnen. Nog niet. Oké. Where is Rainbow? Please mensen, antwoord in 2 minuten, want dan valt mijn PC uit. Oh, iemand vraagt me op waarom. Daar heb ik geen zin in. Ze denken GAV is zien net weg. Oh, dat is mooi. En je paarden hebben zijn, ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik zelf maar op zoek naar de regenboog, denk ik. Dus ja, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik rij ondertussen even naar Vergeten Velden. Want vanaf daar kun je als het goed is de regenboog in Vildeelmeer zien. Schijnt. Denk het niet. Maar ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot in de volgende video.